De laatste spreker van deze sessie is Philip Struif. Welkom, Philip. Philip is bij ons geen onbekende, is er al geweest. En wij vragen natuurlijk de goede sprekers terug. Philip is professor kinestherapie aan de Universiteit Antwerpen. Hij is echt een schouderspecialist. Hij houdt zich quasi explosief met de schouders bezig. Zowel in klinisch als op researchgebied. Hij is ook mede... oprichter en stimulator van het schoudernetwerk, waarvan Kevin Kuppes, die ook in Herentals werkzaam is, de voorzitter is. En we zijn heel benieuwd, Philip, naar uw exposé rond de degeneratieve schouder. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel voor de intro. Bedankt ook voor de uitnodiging trouwens. Altijd een plezier om hier terug te komen, om zo'n volle zalen te zien. Het is toch een van de gekendere congressen in Vlaanderen en in België, denk ik. Ik ben ook eigenlijk wel aangenaam verrast door het topic dat ik vandaag mag brengen, omdat die revalidatie na arthroplastie toch wel iets is dat voor ons vroeger inderdaad niet zo heel bekend was. Er is ook heel weinig onderzoek rond gedaan. Het zat allemaal nog wat in een redelijk onbekende sfeer, maar zoals daarnet Gert het ook aanhaalde, dit is iets wat booming business zou kunnen zijn en dus ook voor de revalidatie. En ik denk dat het goed is dat we hier toch eens aandacht aan besteden aan die revalidatiecomponent, want er gaan ongetwijfeld patiënten zijn die meer en meer in de kinestherapiepraktijken gaan komen. Nu, waar Gert daar net geëindigd is, kan ik dan nu beginnen. De revalidatie die start hier. Maar laten we beginnen bij het begin en dat zijn de verwachtingen van onze patiënt. Heel recent is er eigenlijk een heel mooie studie rond gepubliceerd naar de verwachtingen, preoperatieve verwachtingen bij een patiënt na een totale schouderarthroplastie. En de conclusies daaruit waren redelijk eenduidig en daar stelden ze van kijk, hoe beter dat uw patiënt verwacht dat het gaat worden, hoe beter het ook wordt. Met andere woorden, als je tegen je patiënt zegt, voor preoperatief, dit wordt een schitterende schouder, gaat er alles mee kunnen doen, dan zou dat in principe betekenen dat de outcome ook beter gaat zijn dan vooraf. Die studies hebben ook gecontroleerd natuurlijk voor hoe erg het was op baseline niveau, want dat is wel belangrijk. Maar ik denk voordat we onze patiënt echt de hemel gaan inprijzen, voordat hem die operatieve ingreep ingaat, moeten we toch een klein beetje realistisch blijven. En zoals je ziet hier op de website van gezondheid.be, als je daar naar schouderprothese gaat kijken, gaat het over de nieuwe schouder. En ik denk dat het wel belangrijk is, want dit is wat uw patiënt leest natuurlijk, die heeft een nieuwe schouder gekregen en die komt zo ook in de praktijk. En die denkt van ja, dat is zoals ik een nieuwe auto koop, die gaat beter rijden dan dat mijn vorige auto ooit gereden heeft. Ja, ik denk dat wel iets is, ook al weten we van we moeten ze niet te negatief benaderen en we moeten inderdaad positief zijn naar de outcome, dat we ook realistisch moeten blijven. En heel duidelijk aan de patiënt stellen van kijk, naar gelang dit type prothese, ja, kun je dat verwachten. En je moet niet denken dat je terug dat top level of dit of dat gaat spelen of gaat deadliften of wat dan ook. Probeer daar toch realistisch in te blijven. Want anders gaat de patiënt ook teleurgesteld zijn na de revalidatie. Goed, het is daarnet al wat aangehaald, maar eigenlijk nog eens het belang van waarom dat we in die arthroplastie toch meer en meer ook in de revalidatie onderzoek moeten investeren. Dat zie je hier, mooie cijfers van de World Population Prospects. En je ziet vooral die bovenste grafiek, die 60+. Oh, dat gaat te snel. Die 60+ groep, en zoals je ziet, vanaf 2000 tot 2050 zie je een gigantische exponentiële toename van die populatie. Terwijl je ziet, de jongere groep die blijft eigenlijk redelijk stabiel, maar de mensen worden maar ouder en ouder. Dus die 60+ groep, waar dat het grootste deel van onze primaire artrose, onze schouderarthroplastie groep in zit, wel, die gaat de komende 20, 30 jaar boomen. Die gaat enorm boomen. En dat is eigenlijk nog maar een eerste elementje van het probleem. Daar komt bij dat als we gaan kijken naar de beperkingen en de meest voorkomende beperkingen die de patiënt ervaren, 60+, dan zie je hier dit lijstje staan en dan zie je dat in die top 10 bij mannen en bij vrouwen, in die top 10 telkens artrose tussen staat. In de top 10 van de meest beperkende probleem bij mensen 60+. Met andere woorden, gaat je die combinatie van een boemende vergrijzing
optellen, zou ik maar zeggen, bij het probleem van de artrose, dat in die top 10 staat, iets meer bij de vrouwen dan bij de mannen, maar die staat duidelijk in die top 10. Ja, dan moeten we natuurlijk niet verwonderd zijn dat het aantal en het aandeel aan arthroplastieën, schouderarthroplastieën en heup en knie ook natuurlijk, dat enorm gaat toenemen binnenkort. Neem daarbij nog eens het probleem van obesitas, diabetes, wat ook enorme welvaartsproblemen zijn op dit moment. Samen met de vergrijzing, ja, dat is 1 plus 1 is 3 hier. Met andere woorden, die arthroplastieën, schouderarthroplastie, maar ook heup en knieën, dat is iets wat de komende 20, 30 jaar, je gaat dat in uw praktijk zeker zien, gaat enorm, enorm toenemen. Daarom ook dat het belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden, want alleen als er aandacht voor is, dan is er ook geld voor onderzoek. En dat is heel belangrijk, want als we gaan kijken naar onderzoek gerelateerd aan revalidatie na een schouderarthroplastie, ja, dan zijt je op 5 minuten door PubMed heen, dat is enorm beperkt. Dat is heel, heel schaars. En als je al studies vindt, dan is het 9 op 10 een team fysiotherapeuten uit een ziekenhuis die een artikel geschreven hebben en eigenlijk vanuit hun expert opinion gezegd van kijk, volgens ons zou dit de beste revalidatie zijn. En daar moeten we het eigenlijk voor een heel groot deel op dit moment mee doen. Met andere woorden, het is echt wel aan de orde om nu echte randomized clinical trials te gaan opstarten naar verschillende revalidatiestrategieën bij deze populatie. Het is daar net al aangehaald, we hebben onze artrose. Die patiënten worden conservatief benaderd om enerzijds de termijn te rekken tot en met een arthroplastie, of anderzijds werkt het ook met de conservatieve therapie. Lukt dat niet meer, dan kun je overgaan naar die schouderarthroplastieën. En zoals Neer, je hebt die foto daar straks gezien, hij heeft het ook in een van zijn latere artikels gemeld, het succes van een schouderarthroplastie hangt af van de revalidatie achteraf. Uit de mond van een orthopedische chirurg is dat toch wel mooi om te horen. Goed, de revalidatiestrategie. Hoe ziet de revalidatiestrategie in het algemeen eruit voor een schouderarthroplastie? Eerst en vooral moeten we de zaken die moeten helen, laten helen. Weet dat als je als een orthopedisch chirurg een schouderprothese plaatst, dat je natuurlijk zoiets hebt als een subscapularis die in de weg ligt. Eventueel zelfs een lange kop van de biceps. Ja, dat zijn zaken die doorgehaald worden om tot het glenoïd en humeruskop te raken. En die worden dan achteraf via osteotomie of via pees op pees, in ieder geval, die worden achteraf meestal wel gereconstrueerd. Maar die zaken moeten wel kunnen helen. En uw patiënt gaat, met andere woorden, zeker als die subscapularis initieel gekwetst is of doorgehaald is, die gaat heel fel moeten opletten met die exorotatiebewegingen in die initiële fases. Dus promote die soft tissue healing. Pijncontrole wordt ook vaak in combinatie met de behandeling bij de arts gedaan. En dan hebben we ons domein, mobiliteit, spierkracht, spieruithouding en proprioceptie. Daar ga ik zo dadelijk nog iets meer over zeggen. Een combi die tot functie moet leiden, dus optimized functional recovery, daar moeten we natuurlijk naartoe. Want wat wil uw patiënt? Dat zijn de patiënten die willen terug een kan koffie in hun tas gieten en dat kunnen drinken, iets uit de kast halen, hun haar kammen, zich wassen. Dat is wat die patiënt terug wil kunnen doen. Dus daar moet je natuurlijk als einddoel naar streven. Facilitate self-responsibility. Zorg ervoor dat die patiënt ook zichzelf verantwoordelijk voelt in zijn revalidatieproces. Zeker na enkele weken, als die protectievere fase voorbij is, ja, dan gaat die patiënt geactiveerd moeten worden, die gaat oefeningen moeten doen. Ja, leg ook duidelijk uit dat er enorm veel verantwoordelijkheid is bij de patiënt zelf. Dat is natuurlijk niet alleen bij arthroplastie, dat is bij veel zaken in de fysiotherapie zo. Maar dat is toch iets wat we vaak vergeten. Leg heel veel van die verantwoordelijkheid bij onze patiënt, dat hij ook weet van ik moet ervoor werken. En het is niet alleen als ik naar de kiné ga, dan gaat die het voor mij oplossen. Geef ook uitleg aan uw patiënt. Uitleg wat kan, wat niet kan, vanaf wanneer iets wel kan. Dat is voor de patiënt nog altijd iets waar ze met veel vragen rond zitten. Maar we starten met enkele zaken rond assessment. Begin met naar uw patiënt te luisteren. Wat is zijn hulpvraag? Wat wil hij eigenlijk bereiken? En focus ook op die hulpvraag.
Want soms gaat de patiënt al eens doorheen het traject aan iets anders beginnen denken. En denken van ja, ik heb nu in antiflexie 10 graden gewonnen. God, dat is toch niet veel, 10 graden. En dat is al zoveel weken bezig. En begint daar een beetje over te morren. Maar als je weet dat de hulpvraag was iets uit een kast halen bijvoorbeeld. Ja, dan kan je daarop focussen. Wat kan je nu al iets uit de kast halen? Dat klopt. Ja, maar weet je nog, in het begin, dat wou je bereiken. Dat is hetgeen dat we naar moesten werken. Kun je al terug met een auto rijden? Ja, ik kan eigenlijk al wel met een auto rijden. Ja, maar herinner u, hè, in het begin, dat kon je ook niet voor de operatieve ingreep. Kijk waar we nu al staan en probeer die op die manier al goed te motiveren. Gebruik vragenlijsten om het probleem in kaart te brengen. We hebben de luxe dat we zeker die twee die ik hier klaarstaan heb, die twee, de DASH en de SPADI, dat vragenlijsten zijn die heel vaak gebruikt worden bij schouderpatiënten, gevalideerd zijn bij onze schouderpijnpatiënten en gevalideerd zijn in het Nederlands. Want vaak gebruiken we wel eens een vragenlijst dat we zeggen, ah, die is gevalideerd, maar die is dan meestal gevalideerd in het Engels. En als we die naar het Nederlands vertalen, moeten we daar toch mee opletten. Maar deze twee zijn in het Nederlands gevalideerd. En je hebt er ook een quick versie nog van, dus dat is heel handig. Meet mobiliteit. We hebben ook betrouwbare manieren om mobiliteit rond de schouder te meten. Inclinometrie, goniometrie, rond de schouder betrouwbaar en gevalideerd. Dus gebruik dat ook. Meet spierkracht. En je hebt daar die handheld dynamometers, microfets voor, om op een betrouwbare manier, een gevalideerde manier, spierkracht rond de schouder te meten. Als het kan, preoperatief, als je het preoperatief zou kunnen zien. En dan in ieder geval postoperatief, tenminste als de patiënt zijn schouder voldoende mag beginnen belasten. Gebruik dat ook, gebruik niet die manuele spiertesting hiervoor. Manuele spiertesting is echt aangetoond niet betrouwbaar te zijn en niet valide bij onze schouderpijnpatiënten. Dus ga naar die handheld dynamometrie toe. Meet proprioceptie. Proprioceptie is controle rond de schouder. Dat wat ik daarnet zei, die wil zijn haar kammen en wil daar geen Trump-kapsel van maken. Die wil zijn tas koffie kunnen inschenken zonder daarnaast te kappen. Dat is wat die patiënt wil bereiken en daar heeft hij echt controle voor nodig. Daar moet hij geen 50 kilo voor kunnen tillen. Nee, daar moet hij zijn schouders kunnen controleren. En dat is wat je met die proprioceptie in uw revalidatie echt kan op toespitsen. Maar meet dat dan ook voorafgaand op baseline. Proprioceptie is meer dan, ik weet waar mijn arm staat in de ruimte. Hier heb je bijvoorbeeld de proprioceptiemetingen met een laserpointer. Daar kan je heel mooie dingen mee doen, heel goedkoop. Een laserpointer, de patiënt gaat eigenlijk naar een bepaald punt in de ruimte en gaat dan proberen datzelfde punt met de ogen gesloten terug te bereiken. En als hij daar, je ziet, ik zit daar 5 meter af, dan heb ik een 5 meter fout in mijn actieve repositionering. Heel eenvoudige manier om dat te meten. Zet uw patiënt geen 30 meter van de meting, maar vlakbij een roos en je kan dat perfect meten. Maar ook spierkrachten. Spierkracht is een deel van uw proprioceptie. Uw patiënt moet weten hoeveel kracht hij plaatst. En je kan dat met een handheld dynamometer perfect doen. Laat hij, ik zeg maar iets, een halve kilo duwen naar abductie toe. Een halve kilo en een paar keer een halve kilo. En dan vraag je aan de patiënt, oké, goed, nu ga je proberen om opnieuw die halve kilo, je krijgt geen feedback meer, opnieuw die halve kilo te benaderen. En als hij dan 0,4 kilo heeft, heeft hij eigenlijk 100 gram fout in zijn force sensation, in zijn gevoel van krachtplaatsing. En we zien, en dat nu gaan we over kleine krachten, omdat het bij arthroplastiepatiënten is, maar bij de reguliere supracromiale pijnpatiënten, waar het over enkele kilo's gaat, zie je dat hoe meer pijn uw patiënt heeft, hoe verder die meestal ook van zijn target zit. En hoe meer die patiënt zijn pijn betert, hoe dichter die patiënt ook terug naar zijn target gaat en hoe meer die proprioceptie verbetert in hoeveel gevoel, hoeveel kracht kan ik plaatsen. En ook die proprioceptie. Proprioceptie kan je zelfs ook met inclinometers meten. Je kan er echt heel toffe dingen mee doen. En vaak ook heel low load in de eerste fases. Dus dat is handig ook in je eerste delen van je revalidatieprotocol. Oké, even iets meer in detail. Je weet, in de eerste fase, de zaken moeten helen. Zorg ervoor dat de prothese mooi kan integreren in het bot. Dat is een protectieve fase waar dat er nog niet echt zwaartekracht aan te pas komt. Subscapularis moet helen, mogelijk de lange kop van de biceps, afhankelijk van wat er van structuren doorgehaald is. De patiënt gaat dan een eerste periode van sling dragen om die zaken te laten herstellen. En op dat moment is het ook interessant om te weten, ja, hoe ver kan ik met die patiënt al naar exorotatie? Wat is mijn safe zone bij deze patiënt?
Nu, je kunt in de eerste fase al wat geassisteerd aan het werk gaan. Je ziet hier een paar foto's. We hebben de patiënt al geassisteerd naar endo-exorotatie mobiliseerd. Tot aan een bepaalde safe grens natuurlijk. Geassisteerde elevatie. Eventueel submaximale activatie van de deltoids al. Pols, hand, nek, scapulothoracaal, alles opliggend kan natuurlijk al wel geactiveerd worden. Middelste fase, waar de patiënt geactiveerd wordt, van een zwaartekrachtvrije houding gaat je eigenlijk naar een ondersteunde, maar de zwaartekracht begint zich al wel in te nestelen, maar dat kan nog mooi ondersteund worden, bijvoorbeeld door een bal of door een kussen, en dan op die manier oefeningen beginnen doen. De load blijft nog heel laag, een halve kilo max in het begin, die eerste fase. We gaan daar nog niet te zwaar belasting op leggen. We willen al wel bewegen, want we willen natuurlijk niet dat dat een stijve schouder wordt. En je kunt daar al focus leggen, wat daar net ook al aangegeven is, van, ja, is uw patiënt een reverse schouderprothese patiënt, ja, dan gaan we misschien rekenen op die deltoids, want die moeten natuurlijk getonificeerd worden, die moeten gesterkt worden. Die cuff, ja, daar moet je niet op focussen, want die is niet meer efficiënt, die werkt niet efficiënt, of die is zelfs vol met full thickness tears, ja, daar moet je natuurlijk niet op focussen dan. Maar dan gaan we naar die deltoids werken. Gaat het over een anatomische schouderprothese, ja, dan heb je natuurlijk wel een intacte cuff. En dan is het interessant om wel die cuff te targeten in uw revalidatieprogramma. Want een deltoid bij die reversed, en je ziet het hier ook staan, gaat 30% extra load kunnen uitoefenen door zijn betere moment. Filip, wil alsjeblieft de tijd in doorhouden? Ja. De laatste fase gaat dan over het functionele, het terugbrengen, de kracht wordt opgebouwd en je gaat van supported naar unsupported bewegingen. Je ziet die maanden er ook staan, functional restoration, 3 tot 6 maanden. Dus voor die 6 maanden zitten we toch eigenlijk met een terughoudendheid naar echt zware belastingen. Dat is eerder iets voor na de 6 maanden. Functioneel heeft te maken met uzelf uit een stoel heffen, van de grond raken, autorijden. Dat is trouwens een leuke studie ook geweest door Hassan hier in 2016. Die aantoonde dat je, dat is met een simulator, je ziet de foto's staan, die aantoonde dat je patiënt 6 weken postoperatief al veel betere driving performance had, rijprestatie had, dan preoperatief. Bij de oudere patiënten, de 70-plussers, was dat nog niet helemaal zo. Die hadden wat meer tijd nodig. Maar ook bij de 70-plussers was 12 weken postoperatief, ja, dat zijn veel betere rijprestaties dan preoperatief. Waarmee ik niet wil zeggen dat die allemaal een prothese moeten krijgen om hun rijprestaties te laten verbeteren. Maar het werkt wel heel prima en focus u er ook op in uw revalidatieprogramma. Samengevat, ga niet in de pijn, let daar goed mee op, laat de soft tissues echt genezen. Informeer goed naar het operatieverslag, van wat staat daarop, wat is er allemaal gebeurd, zodat ik weet in welke richting ik wel of niet mag bewegen. Focus op die cuff bij de anatomische totale en hemiprothese en focus op die deltoids bij de reversed schouderprothese. En leg uw doelen op de quality of life en op functie eerder dan enkele graden winst te willen boeken. Jij noteert dat wel in uw verslag, maar daar moet uw patiënt niet op gefocust worden. Hoe is deze slide daarin geraakt? Wil ik misschien toch eindigen met een kleine reclame te maken voor een lezing van Laurie Michener, toch wel een schouderspecialist die uit de States komt en in december voor ons schoudernetwerk een lezing komt geven. Wilt je daar meer info over, dan gaat je maar naar die website, daar staat hier ergens op, ja, voilà, schoudernetwerkvlaanderen.be, en daar vind je alle info over deze lezing. Dank u wel. Dank u wel, Filip. We hebben nog 7 minuten voor een vragenronde.